Vorige week verscheen deze video op nummer 1 op Dumpert. En daarom ga ik even een bezoekje brengen aan Ali. Boodschap! Zo, lieve Ali, hoe is het met je? Goed, heel goed. Hey, we staan hier in jouw place to be. Ja, en, mijn plekje. En hier is een video van jou gemaakt en die is online gekomen, op Dumpert gekomen en die ging totaal het dak in. Je stond op nummer 1, kebab, in één keer viral. Hoe is dat? Dat is het leukste gevoel wat een mens kan hebben, echt waar. Die reacties waren gewoon top. Ik kreeg alleen maar lachen, heel de dag ging ik lachend kebab maken. Mensen zeiden van, is die man gek? De hele dag lacht hij. Maar dat was echt een hele leuke dag. Ja? Ja? Kwam er een hoop op je af? Heel veel, ja. Vooral modellen. Oh, nou ja. Kijk. Ja, ik ben pas weer vrijgezel geworden, dus ik kom goed van pas. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu verander. Goeie vriend van mij, Jamal Bilge, was bij mij aan het eten. En ik wou zingen, dus ik zet de box aan en ik begon te zingen. En hij pakt zijn mooie telefoontje erbij en hij begon te filmen en hij heeft hem geplaatst op zijn Facebook een jaar geleden. Okay. En het is nu pas viraal gegaan. Moest wel eerder gebeuren, maar heel veel reacties, leuke reacties. Niet zoveel negatieve reacties, maar dat maakt niet uit, daar word je sterker van. Ach, kijk eens, wat is hier? Allemaal in de uitkering. De beste reactie is van hi, hoi, hoi. En die zegt Ali Hazes, ik vind het mooi. Ja, die reacties met die kebab Hazes, Hassan Hazes. Ja, dat ging al, ik lag in de deuk in bed. Laat mij nu gaan, laat mij nu gaan. Moeten we niet gewoon een keertje een singeltje of zo opnemen met jou? Dat zou wel top zijn. Dat zou top zijn. Moeten we niet even een oproep doen naar alle volkszangers? Nou, hierbij een mooie oproep naar jullie allemaal. Ja. Ik wil graag met jullie allemaal zingen. Gewoon een gezellig sfeertje, een biertje erbij. En dan komt het goed. Nou, dan wil ik even mijn geluidmannetjes even. Zullen we even die box willen? Ja. Ali gaat los. Was de telefoon van jou, Ali Osram? Ja, dankjewel, Peter. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op me neer. Maar straks als het beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. Maar dan zie ik jou niet staan en zeg dat je beter kunt gaan. Je zei, ik blijf je trouw. Ik heb nooit geloofd in jou. Ik vond dit echt te gek. Je bent een groot talent. Ik wil jullie sowieso ook bedanken dat jullie zijn gekomen. Ja. Dat is voor mij een heel mooi cadeautje eigenlijk. En wil je ook nog wat zeggen tegen de mensen die allemaal hebben gereageerd en die de video hebben gezien? Ik wil jullie allemaal bedanken voor de leuke reacties, ook voor de slechte reacties. Jullie zijn allemaal top. Ik hou van jullie. En als ik jullie heb laten lachen, lach ik ook.